Welkom bij deze instructiefilm voor het laden van de 0S, de 0SR, de 0DS en de 0DSR. En ik ga nu demonstreren hoe dat moet. U neemt de oplaadkabel die bij de motorfiets geleverd is. Zoals u kan zien heeft de oplaadkabel een vlakke kant en afgeronde kanten. Dus past maar op één manier in de motor. In het motorframe aan de linkerkant van de motorfiets is een beschermkapje geplaatst die u losmaakt. Daarachter zit het oplaadpunt van uw motorfiets. U plaatst de stekker in de motorfiets en dit is eigenlijk alles wat u doet. De andere kant plaatst u in stopcontact en de motorfiets wordt opgeladen. En op het display van de motorfiets geeft hij aan hoe ver dat uw motorfiets al opgeladen is of nog moet. Bedankt voor het kijken naar dit filmpje. En graag tot de volgende film.